Zaterdag was het finishdag voor de Wandelvierdaagse Alkmaar. Met het finishfeest op het Waagplein. Maar voor het zover was, werden in de ochtend de buien getrotseerd. En voor een aantal was het afzien. Ter ondersteuning van de laatste loodjes werd daarom maar een dweilorkest ingezet. Bij de finish zaten de terrassen vol en was het feest. Ook de burgemeester was er om de Bikkels te feliciteren. Meer dan 4000 wandelaars deden mee aan het wandelevenement van sportorganisatie Le Champion. Er waren verschillende afstanden, zodat er voor iedereen wel een leuke afstand was. Naast de vierdaagse was er ook een tweedaagse en waren er 4 themafeesten. Met de laatste dag het finishfeest op het Waagplein. Ja, de zitten en de zon die zenuwen.